Tenminste, het is lang geleden, maar daar ben ik weer. Gelukkig weer gezond en wel. Nog een beetje opknappen. Af en toe nog moe, maar ik heb er in ieder geval weer zin in. Dus ik laat nu het hele album zien zoals die klaar is. U heeft alleen de voorkant nog niet gezien zoals we de kaft hebben gedaan. Maar ik neem feitelijk aan dat iedereen hem nu wel af heeft gemaakt wie ermee bezig was. Dus ik laat hem nu gewoon zien zoals wij hem hebben afgemaakt. Nou, dit is de voorkant met een paar libelles. Ik heb lentekriebels heb ik hem genoemd. U zal straks wel zien waarom. Ik heb het gewoon een paar keer uitgesneden. Dit is een stempel en daar is van Hartveld Creation. Ik vind dit een waanzinnige mooie serie. Maar ja, ik ben dan ook helemaal gek op zwanen. Als we hem open doen, dan zie je ook de leuke kleine zwaantjes. Dus daarom lentekriebels. Als we hem dan voor de eerste keer openmaken, dan zien we deze kant. Hier hebben we plek om foto's in te doen. We kunnen ze er gewoon in doen, maar je kan hem ook zo doen. En ook aan deze kant heb ik plek om hem zo in te doen. Ziet u? Dan gaat hij dicht. Zo. Ja, en dan hebben we hier natuurlijk heel veel plek nog om foto's te doen. En ook deze, de waterval. Dit is weer een stempel voor Clarity. Die zult u bij mij heel vaak zien, de stempels, want die vind ik gewoon waanzinnig mooi. En hier heel veel plek voor foto's. En hij sluit met een magneetje. Dan hebben we hier twee tags en ook hier zijn weer de stempels van Clarity. Ziet u hoe mooi ook de tekst zich aanpast. Zo zuiver en helder en zo mooi geschreven. En ook deze. Hier heb ik wat glittertjes gebruikt. Dan kan die zo open. Dan heb je hier een tag in. Ik kan hem niet helemaal laten zien, zie ik. Maar... En hier kunnen ook weer heel veel foto's. Dan hebben we deze pagina. Ook dit zijn weer de stempels van Clarity. Hierachter kan je foto's doen. Dit sluit met een magneetje. Die kan zo open. Dus je ziet hier heel veel plek voor foto. En ook zo nog open. En ook aan deze kant. Dit sluit ook weer met een magneetje. En ook zo. En dan hier. Ik heb een tag gedaan van 6-1-8 bij 6-1-8. Maar je kan hem ook doen van 8,5 bij 4-1-8. Daar heb je ook nog plek zat. En dan kunnen er meer foto's in. Deze gaat zo weer dicht. Dan gaan we deze kant. Ook hier weer twee tags. Deze gaat zo open en zo open. Hier foto's, daar foto's, hier iets voor een tekst. Ik zie dat ik hem hier trouwens nog moet plakken. Ja, dan gaan we dan straks ook nog even doen. Zo, deze gaan hierin. En dan gaat hij nog zo en zo open. Ook hier weer stempels van Clarity. En dan kunnen hier foto's in. En hierop ook. Dan gaan we deze kant. En zo. Hier kunnen weer fotomatten. Hier heb ik een fotomat. Ook weer stempels. En die heb ik bewerkt met wouwpoeder. Dit is een rand van Hartveld Creations. Dit is van Hartveld Creations. Hier heb ik een hotvol stempel. Snijmel voor gebruikt. Dan kan je hem prachtig met hotvol bewerken. Hier weer een grote fotomat. Hij kan open. Hier kan een foto tussen. En hier kan er natuurlijk uiteraard ook nog eentje in. Aan deze kant, ook hier heb ik
foto's. Hier kan een foto tussen. Ik kan ze ook opplakken, hier ook. Hier heb ik weer foto's gedaan. Net wat je zelf wil. Deze kan zo open. Deze kunnen eruit. Moet ik even kijken. Dan kan je er zelf een foto in doen. Moet even. Kijk. Je kunt het er zo uit. Dus dan kan je zelf je eigen foto's in doen. Welke je mooi vindt. En je kan ze ook nog eens wisselen. Hier weer een tagje. Hier zitten een paar eekhoorntjes. Ook weer van Hartveld Creations. Dan kan je hier kleine foto's doen. En hier kan je weer een tag doen. Ook deze pagina's zijn dan op. Ook een stempel van Clarity. Ook die. Deze gaat zo open. Dan heb je hier tagjes in zitten. En hier kunnen allemaal foto's op. Dit is een stempel van Stamping Up. Die heb ik uitgesneden. Dan kunnen hier foto's op. Hier en hier kunnen foto's op. En hier heb ik weer fotomatjes gemaakt. Waar ze er of in kunnen of je plak ze er zo op. Zie je? Dat is net aan wat je zelf wil. Dan gaat deze ook weer dicht. En die sluiten we weer netjes zo af. En dan krijgen we deze. Ook hier kunnen foto's in. Hier hebben we ook weer foto's. Dan gaat deze nog zo open. Hier kunnen foto's. En hier kunnen natuurlijk ook nog heel veel foto's. Ook deze stempels zijn weer van Clarity. We maken hem zo open. En dan hebben we een waterval. En dan ook deze. Ik zag dat ik hier nog even tekjes voor moet maken. Zie je? Dat kan ik later natuurlijk nog wel even doen. Dan gaat hij zo open. Dit is een prachtige stempel. En die heb ik bewerkt met Pistas. Kleur, die past het mooiste hierbij. Dan gaat hij zo open. Dan heb je hier weer plek om het in te doen. En ook hier plek om foto's te doen. En deze moet ik toch doen. Maar ja, dat weten jullie allemaal. Dit gaat precies dezelfde worden als deze. Dus wil je dat nog even bekijken? Kijk dan op deel 2, dan kan je zien hoe je hem ook alweer moest maken. En dat is dezelfde als die hier komt. Nou, dit was het album wat nu klaar is. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En we gaan morgen beginnen met een nieuw album. En dan gaan we beginnen met een album van 11 bij 10. En de rug is 3,5. We gaan werken met het Seabreeze Collection van Hartveld Creation. Ik ga een mooi strandalbum ervan maken. En hij gaat heten Zonzeestrand. Misschien heeft u weer zin om mee te doen. Zou ik hartstikke leuk vinden. Je kan de kaft vastmaken, want die ga ik vanmiddag ook maken, omdat die precies hetzelfde is als die we net gedaan hebben. Die kunt u terugvinden in deel 1 van de Memory winteralbum. Alleen hou dan deze maat aan, want we gaan met deze werken. Hier komt een nieuwe binding in, die u nog niet gedaan heeft. En voor de rest ziet u het wel. Er worden weer hele aparte pagina's die we gaan maken. Dat bewaar ik tot morgen. Ik hoop dat u weer plezier hebt gehad. Ik zie u graag morgen terug. Bedankt voor het kijken. En nog een fijne dag. Daag!